Het is een dag nieuwe inspiratie opdoen, met elkaar ervaringen uitwisselen en kijken welk vonkje er ook alweer was wat ervoor zorgde dat jij het onderwijs in ging. De naam sowieso spreekt me al heel erg aan. Leraren maken het verschil. Want zij maken gewoon echt het verschil in de ontwikkeling van jonge mensen. Het is alleen al het met elkaar zijn dat het mooi maakt. Je maakt met een heleboel dingen van buiten kennis. Dus meer op het gevoel, meer uit de prestatiehoek, uit de sporthoek, uit de wetenschap, uit het onderwijs zelf. En dat maakt het leuk en interessant. Dames en heren, mag ik weer een warm applaus voor Eva Jinek. Hoe begin je gewoon praktisch met het leren van nee zeggen? Heel goed, iedereen pakt al zijn tablet. Zo lief om te zien! Je merkt ook dat mensen hier willen zijn. Hè? Ze zijn niet gestuurd, ze hebben bewust gekozen en daarmee ook gemotiveerd. En dan al vanaf vanochtend bijtijds in de veren en dan nu nog zo'n actief, dan kun je rustig van een vibe spreken. Dus stevig compliment. Ik vond het een hele leuke dag. Ik wist ook niet goed wat ik moest verwachten, maar ik vond het heel leuk. Veel humor erin. En de combinatie zeg maar, van alle verschillende sprekers, hartstikke leuk. Ja, heel bijzonder. Echt grappig, maar ook echt, het zet je aan het denken. En je kan er ook gewoon echt iets mee. Je leert nieuwe mensen kennen. Het contact gaat heel snel. Je praat over dingen. Ja, de sfeer is gewoon heel positief. Dus, ik vond het echt een hele leuke, gezellige dag, waarvan ik eigenlijk met heel veel energie ook weer naar huis ga. Nou, dat wil ik ze meegeven, dat ze, als ze ook maar enigszins twijfelen aan, doe ik er wel toe of is het nou wel zo belangrijk wat ik doe? Ja, dat is hartstikke belangrijk. Elke dag weer, elke dag heb je iets betekend. Ook na een dag dat je denkt, wat was dit verschrikkelijk, is niet waar, maar één of twee of drie momenten dat je een verschil hebt gemaakt. Ga daarvan uit, dat is zeker zo. Onsterfelijk ben je. Hou het vol en ga hiermee door. Tot ziens.